Dag vrienden van Siroop. Ik heb ook al van verschillende mensen de opmerking gekregen dat ik er heel moe uitzie. En misschien is dat omdat het ook gewoon zo is. Gisteren heb ik mijn laatste avond gehad als PlayStation VR backpacker. Dus dat wil zeggen dat ik eindelijk eens op normale uren terug kan gaan slapen. Ik kijk er naar uit. Even mijn trui uitdoen. En nog wat reclame voor deze YouTuber, Cedric. Cedric, wil je alsjeblieft nog eens uploaden? Je wordt gemist op het internet. Zelf al is het door mij alleen misschien, maar toch, je wordt gemist. Sowieso dat er veel mensen Cedric missen. Over naar de video van vandaag. Vandaag ga ik jullie een tip geven. Iets dat ik geleerd heb doorheen de jaren als zelfstandig videomonteur. Ik neem heel veel verschillende jobjes aan en soms loopt dat niet zoals gepland eigenlijk. Er zijn drie dingen waarmee het eigenlijk serieus fout kan lopen. Ten eerste, ik heb een jobje aangenomen dat ik eigenlijk productioneel niet aan kan. Ik heb dus niet het juiste materiaal of kennis van het materiaal of planning skills om een project tot een goed einde te brengen. Ten tweede, tijd. Soms gebeurt het dat ik een job volledig verkeerd inschat qua tijd dat ik erin moest steken om het resultaat te bereiken. Als ik bijvoorbeeld 3 dagen reken voor een job, maar blijkbaar heb ik er 6 nodig om het goed af te werken, ja, dan kan ik er enorm in slagen om de klant serieus teleur te stellen, want die 3 dagen dat ik dan extra moet werken, moet ik meestal plannen 's nachts, omdat ik nog met andere jobjes bezig ben. Mijn agenda zit quasi altijd vol, waardoor ik dan eigenlijk minder slaap, minder geconcentreerd naar mijn jobjes werk, en dus dat is heel problematisch. En ten derde, de klant en mezelf hebben een andere visie op het eindresultaat. De klant krijgt gewoon iets dat hij niet verwacht had. En de basis van die fout ligt vaak aan miscommunicatie. Maar dus door communicatie, tijd en productieproblemen heb ik al enorm veel stress opgelopen in mijn leven. Het probleem is dat ik altijd ontkende dat ik het niet aankon. Dus wat deed ik dan? Nachten doorwerken, materiaal bijkopen, uitvluchten zoeken in mails, de ene uitvlucht naar de andere en enorm veel stress voor mij. En dat maakt de mens kapot. Ik heb bijvoorbeeld dus 28 dagen gewerkt voor 1 klant en in mijn planning had ik maar 3 dagen. En dat kwam omdat de klant wel een andere visie had op het eindresultaat dan dat ik had. We konden gewoon niet goed communiceren en het heeft ons 28 dagen gekost om uiteindelijk iets van resultaat te hebben waar de klant wel half tevreden mee was. Uiteindelijk was ik echt niet tevreden met dat eindresultaat, maar meningen verschillen. Na die 28 dagen durende opdracht ben ik eigenlijk direct postbode geworden. Ik kon die stress gewoon niet meer aan. Maar ondertussen heb ik een simpele manier gevonden om die problemen op te lossen. En dat is gewoon toegeven dat je het niet aan kunt. Ja. Dat klinkt als een rare oplossing, hè? Eigenlijk komt het erop neer dat je eerlijk bent aan de klant toe. Je kunt mailen naar de klant en zeggen: kijk, ik kan dit project niet aan, ik heb het onderschat. Kijk, ik heb dit project verkeerd ingezet qua tijd. Het probleem is, ik heb nog een andere opdracht. Hoe gaan we dit oplossen? Samen met de klant eigenlijk naar oplossingen zoeken, in plaats van het probleem te ontkennen. En als jullie elkaar niet kunnen begrijpen in communicatie wat de ene wilt en wat de andere maakt, dan is het misschien gewoon beter om gewoon te zeggen: sorry, maar deze samenwerking lukt niet. Je kan beter iemand anders zoeken voor dit project. En dat help ik ook graag zoeken met de klant naar iemand die wel kan capabel is om hun visie te maken. Dus al bij al komt het erop neer, toegeven dat je sommige dingen niet aan kunt, uw eigen fouten toegeven, uw eigen inschattingsfouten toegeven. Het is een beetje pijnlijk voor uw ego, maar de klant apprecieert het wel op een manier. Want als je het ontkent en uitvluchten zoekt en keihard u in bochten wringt, enorm veel stress hebt om uiteindelijk toch het resultaat te hebben dat de klant wilt, dan gaan ze toch waarschijnlijk niet voor de tweede keer met u samenwerken, omdat ze weten van oh, dat liep toch allemaal niet zo goed. Dus je kunt maar beter gewoon toegeven dat het niet lukt. Het valt trouwens niet veel voor bij mij. Ik doe misschien alsof ik nu een ervaren persoon ben die jobjes niet aan kan ofzo. Maar het gebeurt gewoon soms. En door het op die manier aan te pakken, blijf ik deze job eigenlijk graag doen. En heb ik niet onnodig veel stress in mijn leven. Ik zie in het dagelijks leven gewoon veel mensen die deze tip totaal niet toepassen. En het dus eigenlijk ontkennen dat er een probleem is. En het op hun manier toch nog te vergeefs proberen op te lossen. Daarom deze tip. Een voorbeeld van mensen die het eigenlijk niet durven toegeven dat ze het niet aan kunnen, is bijvoorbeeld de en de NMBS, moesten die nu eens beginnen toegeven aan de mensen van kijk, eigenlijk kunnen we het niet aan. We kunnen niet op tijd leveren en productioneel staan we 10 jaar achter. En jullie visie op openbaar vervoer is blijkbaar totaal anders dan onze visie. Kijk, moesten ze dat al eens gewoon toegeven? Dan kan de overheid misschien op zoek gaan naar andere oplossingen? Of kunnen mensen zelf zoiets hebben van ah oké, okay, ja, die kunnen dat niet zo goed aan. Dan moeten we er misschien ook niet op vertrouwen. Als ik dan het openbaar vervoer neem, dan weet ik dat ik er niet op kan vertrouwen. Zie, dat is zo een mentaliteitsswitch dat anders kan. Sorry dat ik hier nu een steek geef aan de NMBS en de lijn, maar quasi iedere keer dat ik jullie gebruikt heb in de laatste 6 weken om rond te trekken, ik heb niet zoveel rondgetrokken hoor, maar het is altijd wel fout gelopen eigenlijk, ja. Echt straf zelf. Maar hey, het is niet erg. Gewoon toegeven dat je het niet aan kunt. Vrienden van Siroop, ik ga slapen.